Ook al is het hoogzomer, de kerststemming zit er al aardig in bij Linda en Nicolette. Hey! Meestal zit ik op de wc uit te rekenen hoeveel weken en dagen nog. Wij tellen vanaf januari al af naar het volgende kerst. Ze pakken cadeautjes in voor minder bedeelde gezinnen. En voorlopig zijn ze nog niet klaar. Dit is allemaal cadeaus. Garages, de zakken met knuffels. Maar dat is nog niet alles. Is de kamer vol? Knuffels? Bellenblaas, auto's. Nou, daar zit van alles in. En waar komt dit nou vandaan? Bij iemand van Marktplaats. Ik schrijf mensen op Marktplaats aan als ze hun waar niet verkopen op Marktplaats of ze het dan aan ons willen schenken. Doos met kerstknuffels. Ja, dan schrijf ik hem erin. Zelf hou je ook van cadeautjes krijgen. Dus wij vinden gewoon het leuk dat andere mensen ook cadeautjes krijgen. Het lijkt me niks als kinderen op school komen met andere kinderen hun verhalen dat ze van Sinterklaas dat hebben gekregen en dat hebben gekregen en zij helemaal niets. Ook al staat het huis al helemaal vol, ze hebben nog zeker zo'n 1500 cadeautjes nodig. Ik hoop van marktplaatsmensen en mensen die hierop gaan reageren. Vooral spullen voor peuters en kleuters. We hebben spullen nodig voor tieners. En ja, voor papa en mama vinden het ook leuk als ze wat krijgen. Linda wil alle cadeaus zelf gaan uitdelen. Zak op de rug, muts op en dan is het ho, 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 ho.